Gemeente, we openen opnieuw de schriften en we lezen verder in het Lucas-evangelie. Afgelopen woensdagavond, Lucas 17, nu slaan we een paar hoofdstukken over en lezen we het begin van hoofdstuk 22. We lezen Lucas 22 en dan vers 1 tot en met 13. Dan lezen we volgende week bij de viering van het avondmaal uit vers 14 tot 23. Daar horen we het woord van God. Het feest nu van de ongezuurde broden, dat Pascha heet, was nabij. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om hem om te brengen, want ze waren bevreesd voor het volk. Toen voer Satan in Judas, die de bijnaam Iscariot had, die bij het getal van de 12 behoorde. En hij ging weg en sprak met de overpriesters en bevelhebbers van de tempelwacht hoe hij hem aan hen zou overleveren. En zij verblijden zich en kwamen overeen hem geld te geven. En hij stemde erin toe en zocht een geschikte gelegenheid om hem buiten de menigte om aan hen over te leveren. De dag van de ongezuurde broden brak aan, waarop men het Pascha moest slachten. En hij stuurde Petrus en Johannes erop uit en zei: ga heen, maak voor ons het Pascha gereed, zodat wij het kunnen eten. Zij zeiden dan tegen hem: waar wilt u dat wij het gereed maken? En hij zei tegen hen: zie, als u de stad binnengaat, zal iemand u tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat. En u zult tegen de heer des huizes zeggen: de meester zegt u, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen die volledig is ingericht. Maak het daar gereed. Zij gingen weg en vonden het zoals hij hun gezegd had. En ze maakten het Pascha gereed. Dit is het woord van God. Tekst voor de preek. Kerntekst is vers 13. Ze gingen weg en vonden het zoals hij hun gezegd had. Thema voor de verkondiging is: Jezus bereidt voor. Twee lijnen. In de eerste plaats een opdracht: maak plaats voor het paaslam. Dat is de opdracht die Jezus aan de leerlingen geeft. Maak plaats voor het paaslam. En als tweede het geschenk. Het paaslam maakt plaats. Jezus bereidt voor, de opdracht: maak plaats voor het paaslam. En het geschenk, het paaslam maakt plaats. Gemeente, hoe kom je daar? Ja, wat daar? Nou, daar, zoals in vers 13. Ze gingen weg en vonden het zoals hij het hun gezegd had. Hoe kom je nu aan tafel en dat alles goed, alles klaar, alles ingericht, er niets ontbreekt? Hoe ongestoord aan tafel zitten, avondmaal vieren? Ja, het is zo eenvoudig. Dat heeft te maken met een opdracht. Zoals we dat hoorden uit de mond van de Heer Jezus. Ga en bereid voor. Voorbereiding voor het Pesachfeest, dat is helemaal niet de vraag. Voorbereiding, dat gaat als vanzelf. Want er is een week van feest in Jeruzalem. 14 tot 21 Nisan, de eerste maand op de Joodse kalender. Maart, april is het dan vaak. En dan moet je er klaar voor zijn voor het feest. Dus als de Heer Jezus zegt: ga heen, maak van ons het Pascha gereed, dan is er geen enkele leerling die zegt: huh, moet ik me voorbereiden deze week? Dat doe je. Want zo had de Heer het ook gezegd, dat er voorbereidingen hoorden bij het vieren van het Pesachfeest. Ieder jaar opnieuw. Nou ja, dan is nog steeds de vraag: maar hoe kom ik dan daar in die zaal waar alles goed is? Dat er niets ontbreekt. Dat er niks tussen zit.
want er is een drukte van je welste in Jeruzalem. Alle mannen boven de 20, die worden naar de stad van God geroepen om daar het Pascha te vieren. Het is er enorm druk. Maar bovendien, als we dit lezen, is het donderdag. En op donderdagmiddag tussen 3:30 en 5 worden de lammetjes geslacht bij de tempel. Of in ieder geval binnen de muren van Jeruzalem, waarschijnlijk de voorhof. Dus iedereen zoekt op die dag net voor het paasfeest naar een onderkomen. Je struikelt over de hoofden en als je nog iets nodig hebt, dan is het een beetje alsof je bij ons op de dag voor kerst nog even wat dingen bij de supermarkt wil halen. Dat kun je gewoon beter niet doen. Zo barstensvol is het van de mensen in de stad van God. Met andere woorden, de Heer Jezus kan het wel zeggen, ga heen en maak voor ons het Pascha gereed. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En misschien herken je dat zomaar. Dat hij het wel kan zeggen tegen je. Bereid je voor op de viering volgende week. En dat je denkt, ja, maar hoe dan? Het is dan zoeken naar de laatste vrije kamer in Jeruzalem. Een grote kans dat alle kamers al verhuurd zijn. En bovendien, de discipelen kunnen niet zomaar een kamertje gaan zoeken. Oh, hier is nog wel een beetje plaats. Nee, ik zei al, er was voorbereiding gevraagd. In de kamer mocht er geen spoortje zuurdeeg, geen spoortje gist te bekennen zijn. Zo had de Heer het gezegd. Waarom trouwens geen zuurdeeg, geen gist? Zat er nog een reden achter? Maar misschien toch wel. Zuurdeeg, dus dat het deeg gaat rijzen, dat heeft tijd nodig. En als jij slaaf bent in Egypte, heb je helemaal geen tijd om het deeg te laten rijzen, want je hebt amper pauze. Huppakee, door jij, werken, zul je. Geen zuurdeeg herinnert aan slavernij. En geen zuurdeeg herinnert ook aan de bevrijding door de Here. Toen ze op pad gingen, de woestijn in, hadden ze geen tijd om eventjes dat brood te laten rijzen. Het moest allemaal snel. En vandaar die matzes. Ongezuurd brood. Dus als je druk bezig bent met je voor te bereiden en elk spoortje zuurdeeg uit de kamer te verwijderen, dan denk je terug van toen en daar. Dat je onderdrukt werd. Dat je voortdurend onder de stress stond van die slavenbaas die jou uitbuitte. De druk van het leven zonder God. Je voelt het weer eventjes. Daar kwam ik vandaan. En je voelt de opluchting waarmee je met een snel tempo het land Egypte verliet op weg naar het beloofde land. Er mag geen gist in huis zijn. Misschien ook wel een teken van reiniging van binnen. Waar zo makkelijk die verlangens gaan groeien, groeien, groeien. Waar ik zo makkelijk hoog van de toren ga blazen. Ik weet het zo goed. Het gaat zomaar gisten in je gevoelsleven. Dat er verlangens bovenkomen waarvan je van jezelf niet had geloofd dat je ze ooit zou kunnen hebben. Opruimen, zegt de Heere. Voorbereiding hoort erbij, de boel aan kant. En klop het maar eventjes flink uit in huis. Dat je het zeker weet. Geen zuurdeeg. En ja, dan is het ook wel eerlijk. Als je aan het opruimen bent, dan zie je wel het vel onder ogen, ja. Dat je denkt, heb ik hierin geleefd? Dat je bijna denkt, het is maar goed dat ik het niet eerder heb gezien. Kortom gemeente, als de discipelen de opdracht krijgen om zich voor te bereiden op het Pascha, dan merken ze aan alle kanten weer hoe ongewoon het is. We mogen Pascha vieren, we mogen avondmaal vieren volgende week. En ik noem het nu even in één adem, even tussendoor, of een andere keer. De Heer Jezus sluit aan bij het paasfeest en hij maakt er iets nieuws van. Dus het is niet één op één hetzelfde, maar nou ja, vanochtend horen we, de context is hier wel van Pasen. Maar paasfeest is dus verbonden met voorbereiding en het weer weten. Ik zat vast, maar God zij dank, hij greep in. Hij deed de deur van de gevangenis open en ik mocht op pad gaan naar het beloofde land. Hij redde mij van de ondergang. Als hij de deur niet open had gedaan, zat ik nu nog vast in Egypte.
Zat ik nu nog vast onder die heerschappij van die helse farao, die mij uitbuit, die een slaaf van mij maakt. Gemeente, ik zeg het misschien een beetje te kort door de bocht hoor. Kijk, avondmaal kan te beladen zijn in de zin van dat ik zelf zoveel mee moet brengen, dan wordt het zo zwaarwichtig, dan kan het nooit. En nogmaals, ik zeg het misschien niet met de goede woorden, maar u begrijpt wat ik bedoel. Dat is één kant. Maar avondmaal kan dus ook te gewoontjes zijn. Dat ik niet meer het besef heb waar ik vandaan kwam. En de verwondering, hoe bestaat het dat God mij de deur opende en mij niet over het hoofd zag, maar mij erbij sleepte. Joh, op pad gaan, wegwezen hier, uit Egypte, ga naar het beloofde land. Ik kan niet, gemeente, de deur uit voordat ik zie, oh ja, die posten, ingesmeerd met bloed van het lam. Elke keer weer de herinnering. Ik zou bijna zeggen, als je volgende week de kerk binnenkomt, denk dan eventjes aan de deurposten. Je ziet het niet, maar toch, ingesmeerd met het bloed van het lam. Er is een ander leven dat voor mij boete. Een ander leven in mijn plaats. Over een voorbereiding gesproken, gemeente. In het gedeelte dat we lazen, heeft u dat gezien, zijn er eigenlijk twee voorbereidingen op Pascha. Want dat is wel heel wrang. Waar wij begonnen te lezen hoor je ook over de voorbereiding op Pascha, maar dan van de overpriesters en de bevelhebbers van de tempelwacht. De godsdienstige leiders zouden wij zeggen, de mensen met een belangrijke functie in de kerk, die bereiden zich ook voor, maar dan op een complot. Om Jezus te pakken, zonder dat het volk het in de gaten heeft. Terwijl Jezus die ze moeten hebben, die luistert met zijn leerlingen naar de aanwijzingen van God om zich voor te bereiden op het paasfeest. Het zijn twee sporen als het ware in de tekst en ze raken elkaar nergens. Het lijkt wel alsof de tekst in vers 7 gewoon weer opnieuw begint. Je hebt die ene voorbereiding van Judas en co. En je hebt die andere voorbereiding van Jezus en co. En die raken elkaar niet op de een of andere manier. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, zoek ruimte dat wij om tafel kunnen zitten. Judas zoekt ook ruimte, maar dan om van Jezus af te komen. Erg is dat trouwens, dat je een discipel bent en gaandeweg zo vervreemd van hem raakt dat je een hekel aan hem krijgt. Dat hij je zo teleurstelt in je verwachtingen. Dat hij het zo anders doet dat de liefde omslaat in haat. Gemeente, je ziet er trouwens ook iets anders in terug, wat denk ik veel van ons wel herkennen in die week van voorbereiding. Dat waar Jezus zich voorbereidt op de tafel hier volgende week, er ook die andere voorbereiding is. Hoe moet ik dat zeggen? Van dat gespook en gepook van Satan. Dat er altijd weer iets in die voorbereidingsweek moet gebeuren waardoor je je niet rustig kunt voorbereiden. En dat je eigenlijk vlochten denkt, nou heren, laat het zomaar zijn. Ongestoord, in alle rust. Dat er wel die twee voorbereidingen zijn, maar dat die ene gewoon helemaal wegvalt en dat ik er geen last meer van heb. Dat het een keertje zonder stoorzenders kan. Gemeente, makkelijk gezegd, maar gedaan. Ga heen, maak het Pascha gereed. Dat lijkt een onmogelijke opdracht in deze omstandigheden. Die drukte in Jeruzalem en het is al donderdag. Hoe dan? In alle drukte. Moet ik het voor u vertalen, die drukte? Of zie je het wel in je eigen leven? Van wat zo weinig plek overlaat voor Jezus. Of het nu de drukte is van de agenda van deze week, of de drukte waar je denkt, ja, ik stik in mijn ongeloof. Of het is wel heel druk, volgestapeld, maar ik zie allerlei dingen die de afgelopen tijd echt niet in de haak zijn geweest.
En waar er ruimte moet zijn voor de Heer om met mij avondmaal te vieren, dat lijkt mij een onmogelijke opdracht deze week. Dat ga ik nooit redden. Wat doe je dan? Ga je dan maar gewoon proberen ergens een kamertje te vinden? Zou er ergens een minigaatje over zijn om met mij het avondmaal te vieren? Gewoon maar kijken of het lukt. Dat doen de leerlingen niet, hè? Zullen wij het dan ook maar niet doen? Want de leerlingen die houden het niet voor zich, hun aarzelingen, maar ze vragen het aan hem. Heren, waar wilt u dat wij het gereed maken? En er komt een buitengewoon raadselachtige opdracht, vind je niet? En hij zei tegen hen, zie als u de stad binnengaat, zal iemand u tegemoet komen die een kruik water draagt. Ja, ja. Iemand. Kijk, je kunt het nog een beetje makkelijk maken en dit vertalen met man. Dat maakt het iets makkelijker te herkennen, want het waren meestal de vrouwen die de kruiken met water droegen. Dus als een man zo'n kruik water draagt, dan weet je tenminste wie je hebben moet. Maar het staat als heel algemene uitdrukking voor iemand, mens. Een mens met een kruik water. Oké. En die moet je dan gaan schaduwen. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat. Het is waarschijnlijk dus een slaaf. En dan zult u tegen de Heer des huizes zeggen, de meester, zegt u. Het gaat dus over de Heer Jezus. Waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen die volledig is ingericht, maak het daar gereed. Ze gaan en vinden het. Volledig ingericht. Wij zouden zeggen, volledig gemeubileerd. De tafel staat er, de lichtbanken zijn er en die lichtbanken zijn voorzien van de kussens om fijn te kunnen eten. Alles staat klaar. Je hebt even misschien de gedachte, en dat lees je ook wel in sommige commentaren terug, van is dit geen soort van afgesproken werk? Jezus wil per se ongestoord avondmaal vieren en dus heeft hij een soort van afspraken gearrangeerd. Een soort van list om Judas en co. te misleiden. Dus je denkt en je hoort, dat je denkt, oh ja, dit is echt. Maar je moet niet vergeten, je bent eigenlijk naar een film aan het kijken. Het zijn acteurs. Het is gewoon afgesproken werk. Jezus heeft het zo uitgedacht. Maar volgens mij hoeft dat helemaal niet, gemeente. Want de tekst geeft er geen aanleiding toe. En bovendien, we lezen maar liefst 4 keer het woordje gereed maken. In die versen 7 tot 13. Dat is echt opvallend veel. En dat woordje gereed maken, dat lees je in het Oude Testament ook met regelmaat. En dan gaat het over God die gereed maakt. Die dingen tot stand brengt. We zongen daarvan afgelopen middag met Psalm 65. Als God zijn voetstappen zet, gebeurt er wat. Dan komen de dingen in beweging. Of denk aan Psalm 89 die we zongen. Dat vast gebouw van zijn gunst bewijzen. Dus als God dingen gereed maakt, kun je denken aan de natuur, maar ook in zijn verlossingswerk. Als hij uitleidt uit Egypte. Als hij zijn zoon zendt, dan maakt hij de dingen gereed. Dus ik denk dat je mag zeggen dat je juist hier iets ziet. Van zijn macht op weg naar het kruis. Waar je, als je alleen dit stukje zou lezen, je nooit zou denken dat een dag later hij naakt hangt te bloeden op Golgotha. Het is hier één en al rust. Eigenlijk wel mooi, hè, dat hij van zichzelf zegt, de meester, zegt u. Want dat is het precies. Hij is zo kalm hier. Hij is heer en meester over de situatie. En hij regelt het zo dat hij ongestoord avondmaal kan vieren. Gemeente, dat mag je moed geven voor deze week. Dat waar de opdracht aan ons is, bereid je voor dat daar geen punt staat. Maar dat we hier horen dat Jezus zich voorbereidt. Dat hij zoekt naar ruimte. En als hij zoekt, dan vindt hij ook plaats om avondmaal te vieren met zijn leerlingen. Hoe druk het ook is, ogenschijnlijk geen plaats voor hem.
maar hij weet raad. Alle dingen zijn volledig ingericht. En zo treffen Petrus en Johannes de bovenzaal daaraan. Volledig ingericht. Ze hoeven alleen maar de spullen op tafel te zetten. Meer is het niet. Wat betekent dat, gemeente? Dat ik totaal afhankelijk ben van Christus. In een week van voorbereiding en in de viering ervan. En dan moet ik maar niet te snel ja knikken. Heb je gelijk in. Want weet ik wat ik zeg? Als ik zeg dat ik totaal 100% en niet 90 of nog een beetje afhankelijk ben van hem. Dat ik besef, als ik om mijn eigen houtje op pad ga deze week en ik ga zoeken naar een kamertje, dan is de ene naar de andere deur dicht, op slot. Dan raak ik misschien wel in paniek. Waar vind ik voor zondag nog ergens ruimte? Het is zo druk. En mijn ongeloof is veel te sterk. Als ik volgende week aan tafel kom, dan is dat alleen omdat hij deuren opent doet en zegt, kom maar hier. Alles staat al klaar. Gemeente, dat lezen we over de voorbereiding. Opvallend is ook wat we niet lezen. Ik heb jullie, kinderen, net verteld wat je bij het avondmaal te zien, te horen krijgt. Die broden, de wijn, maar ook het lam. En terwijl ik hier wel hoor over Pascha, lees ik nergens over een lam, terwijl het al donderdag is. Dan is het de hoogste tijd om een lammetje gevonden te hebben. Want je moest goed zoeken naar een gaaf lam. Hij mocht niet ziek zijn, niet kreupel of wat dan ook. Ook daar was je een poosje mee bezig. Maar ik hoor het niet. Waar is nu een lam? En helemaal als je bedenkt dat dat woordje Pascha uit vers 7 en vers 8, dat kun je ook vertalen met het paaslam. Ga heen, maak voor ons het paaslam gereed. Het lijkt bijna alsof Lucas expres een soort van gat laat in de tekst. Ik heb het niet over het lam, zodat we allemaal denken, maar er ontbreekt nog iets. Er is een lam nodig, toch? Waarom horen wij niet over een slacht ergens van een lammetje in de tempel? Omdat al onze ogen mogen zijn op het slachtoffer dat eraan komt. En dat is Jezus zelf. Het lam van God. Dat alle zonden van de wereld op zijn nek neemt. En wegdraagt. Ervoor boet. En als je daarover nadenkt, gemeente, dat Jezus zijn leerlingen erop uitstuurt, maak je klaar. En het is de dag voor Pasen. Het is de dag dat bij de tempel de lammetjes worden geslacht. Het is maar heel menselijk gezegd hoor, maar wat moet dat voor hem betekend hebben? Daar loopt hij dan door de drukke straten van Jeruzalem. En hij hoort aan alle kanten het geblaat, het lawaai van die schapen die worden geveild, worden geslacht. Hij ziet op straat mensen hem tegemoet komen met in hun hand zo'n lammetje. De ingewanden eruit, geveeld en wel. Hij ziet die lammetjes en hij ziet het, er is inderdaad geen been gebroken. Volledig gaaf. En hij heeft hem door de jaren heen zijn roeping gehoord en aanvaard met die woorden van de profeet. Jesaja 53. Als een lam werd hij te slachting geleid. Daar heeft hij zijn missie in herkend. Hij heeft het gehoord van de profeet. Door zijn striemen is er voor ons genezing. En nog diezelfde nacht wordt hij geslagen. Wat zou er door hem heen zijn gegaan? Bij dat zien en dat horen daar in de drukte van Jeruzalem. Maar het is de dag waarop men het paaslam moest slachten. Staat er in vers 7. Moest. Dat is meer dan een soort van gebruik, een ritueel. Dat zegt zoiets als van God wil het. De Vader wil het. Dit is mijn lam. Daar moet je het van hebben. Ook moeten, ja. Een ander lam
dat de wereld verzoend is er niet. Een ander lam dat voor jou wilde sterven, is er evenmin. Gemeend is dat geen liefde. Hij die dat hoort, die lammetjes, hij die het ziet, die lammetjes, hij die weet van het offer. En dat hij zich dan niet over zichzelf druk maakt, maar dat hij druk is met het plaatsmaken voor zijn leerlingen. Waar hij in deze wereld kwam, geen plaats voor hem. Daar maakt hij een plaats gereed. Waar hij in onze levens kwam en we duwen hem er weer zo uit. Geen plaats voor hem, zegt hij. Ik maak plaats. Het prachtige is trouwens, als hij die opdracht geeft en u zult tegen de Heer des Huizes zeggen, de meester zegt u, waar is de eetzaal? Dan staat er eigenlijk, waar is de herberg? Is dat niet mooi? Dat weten jullie ook wel. Waar heb je een herberg voor? Dat was vroeger voor reizigers onderweg, hè? Langs de weg, wij zouden misschien nu zeggen een weghotel. Langs de weg, reizigers, eten, drinken, slapen, uitrusten en dan kun je uitgerust weer verder. En denk maar aan die barmhartige Samaritaan die gewonde man naar de herberg bracht. Daar kon hij verzorgd en opgelapt worden en dan kon hij zijn weg vervolgen. Gemeente, wat zie je volgende week? Een herberg. Je bent onderweg en je hebt rust nodig. Je bent gewond, je moet opgelapt worden. Je krijgt daarom te eten. Dat is niet per se het meest exclusieve eten. Het is niet altijd de ervaring, wat geniet ik ervan. Het is stevige kost. Zoals je moeder het ooit al zei. Het is gewoon nodig dat je dit eet. Het is een herberg. In onze onherbergzame wereld. Waar het zo koud en kil kan zijn. Omdat we God en elkaar zomaar de deur wijzen. Maakt hij plek voor een ontmoeting. En wij zijn niet zo van het samenwonen, hè, in de kerk. Maar toch wel. Dit is de plek waar God met zondaren samen woont. Jezus maakt een plek. Voor ons. Terwijl hij zich voorbereidt op het kruis. Een plek waar hemel en aarde elkaar ontmoeten. Want daar hangt hij tussen hemel en aarde. Daar begroet de hemel de aarde. En dat mogen we zien volgende week. Aan de tafel, aan de herberg die klaarstaat. Hij maakt plaats. Er valt dus een plekje open. Dat doet hij aan het kruis. Die plek bij God. Die plek van kind aan huis zijn, dat was de plek van de Heer Jezus. En hij kwam in deze wereld, hij verliet die plek. Om te lijden. Om de bittere beker te drinken van Gods toorn. En om te hangen aan het kruis, verlaten tussen hemel en aarde. Als een musje op het dak, zegt Psalm 102. Er is niemand die naar je omkijkt. Zo verlaten, zo alleen. Hij verliet een plek, er valt een plek open, kind van God zijn. Dat is de plek die hij openlaat, zodat je het volgende week mag proeven. Ik leef van een ander. Hij verliet zijn plek, zodat ik op zijn plek mocht gaan zitten. Gemeente, volgende week, zit je dan dus op je plek? Ik hoop het wel, ja. Maar je zit nooit op je eigen plek. We zitten volgende week altijd op zijn plaats. Uit genade. Dat is de herberg. En let dan volgende week maar goed op de gastheer. Wat zeg ik, let volgende week maar goed op de gastheer. Doe dat vandaag maar alvast. Want het is wel een bijzondere gastheer in deze herberg. Als je hem goed bekijkt, zie je de wonden in zijn handen, in zijn voeten. Het is een gewonde gastheer. Omdat wij zijn hart gebroken hebben, werd hij ook gebroken. Gewond. Die striemen, weet u wel,
ter genezing van onze wonden en onze zonden. Hoe dan? Nou, die gewonde gastheer. Dat is ook de gastheer die de geheelde gastheer is. Want hij stond op om ons te garanderen. Die wonden, die heel ik. Die scherven, daarvan maak ik iets nieuws. Kom maar in de herberg. Dit is de plek, de enige plek waar de hemel de aarde ontmoet, omdat het kruis ertussen staat. En hier wil ik je beter maken. Hier hoop geven aan gebroken volgelingen. Gemeente, misschien zegt u ja, maar daar is wel geloof voor nodig. Nou, dat ben ik met u eens. Dat klopt helemaal. En wat is geloof? Even heel simpel, kijk dan naar Petrus en Johannes. Dat is alles. Als de meester zegt, ga heen. En je hebt gevraagd, waar dan? En hij zegt, die kant op, via die en die route. Ze gaan. Mooi is dat trouwens, hè? Petrus en Johannes. Je zou kunnen zeggen, twee totaal verschillende gelovigen. De een die actieve apostel, die gelijk aan de slag gaat en dan denkt. En die andere die meer beschouwende. Dat mag dus, zo verschillend aan tafel zitten. Dat neemt de Heer in zijn dienst. Maar hoe verschillend ook, ze gaan. En hoeveel gedachten zullen zij wel niet hebben gehad onderweg? Van het is veel te druk. Of ik zie daar een schaaphandelaar, moeten we met hem meegaan om wat paaslam te kopen? Of dit is toch een onmogelijke opdracht, iemand met een kruik? Hoe kan het ooit goed gaan? Misschien hebben ze het allemaal gedacht, maar ze houden zich vast aan het woord van hun meester. Ze gaan. Dat, gemeente, is een plaatje van geloven. Dat je het wel hoort in je gedachten, die bezwaren. Te druk, te veel, te weinig. Maar je hoort ook het woord van Christus. Je kijkt naar jezelf en je ziet een zondaar. Maar je hoort ook het woord van Christus. En dat is vrijspraak. Alles weggedaan. Daar ga je. Gemeente, hoe wil je de week van voorbereiding in? Als het helpt, let op de leerlingen. Let op de discipelen. Als de opdracht klinkt, bereid je voor. Maak het gereed. Wees er klaar voor. Wat doen de discipelen? Ze vragen. En dan? Niet vergeten dus, hè? Ze horen uit Christus' mond. Dat je eenvoudigweg dagelijks die stilte opzoekt. Want anders hoor je hem niet. Dan is het veel te druk in Jeruzalem. Dan hoor je al die andere stemmen. Dat geblaat en lawaai. En die andere dingen die afleiden. Je hoort hem. Daar heb je de stilte voor nodig. Iedere dag. En dan gehoord, dan gehoorzaam je. Dan doe je wat hij zegt. Dan weet je de weg naar de tafel. Luisteren, vragen, horen, gehoorzamen. En wie op Christus woord gaat, wordt niet teleurgesteld. Want dat is het evangelie uit dat vers 13. Hè. Dat is zo mooi. Ze gingen weg, het wordt eenvoudigweg geconstateerd. En vonden het zoals hij het hun gezegd had. Gemeente, als je gaat op Christus woord, als je gaat op zijn belofte, dan vind je het volgende week zoals hij het je gezegd heeft. Uit zijn eigen mond gehoord, gegaan en dan vind je het, dan zie je het. Waarom? Wat is het geheim? Mijn geslaagde voorbereiding? Nee hoor, laat het geknoei maar zitten. Het is zijn voorbereiding die aan die van mij vooraf gaat. Dat is het paaslam, een ingerichte zaal, een ingerichte herberg. En die uitdrukking volledig is ingericht, dat heeft iets van de sfeer van je komt in een gespreid bedje terecht. De lakens, die zijn gestreken. Schone lakens, geen kreuk. Geen plooi meer ergens waar vel in kan blijven zitten. Het is volledig ingericht, je komt in een gespreid bedje. En wat doe je in een gespreid bedje? In een gespreid bedje mag je eindelijk eens gaan rusten. Mag je je hoofd neerleggen
En mag je je hoofd neerleggen aan het hart van de gastheer. Om zijn hartenklop te horen die hij doorgeeft van zijn vader. Ik voor u. Ik voor jou. Rusten in de herberg. En daarom, omdat hij dat wil, doet hij vandaag de uitnodiging alvast de deur uit. Zoals dat verhaal, dat kent u, van die heer die een grote maaltijd gaf. Hij zond zijn slaven erop uit. Ga mensen erbij halen. Maar de een naar de ander zei, ik ben te druk, ik heb nog dit, ik moet eens dat. Mensen die genoeg hebben hun eigen leventje, die komen niet. Maar mensen die hun eigen leven niet kunnen redden, die komen. En dan zegt die heer, ga nog maar een keertje. Maar dan de achterafstraatjes. En dan komen ze. De een kan amper lopen. De ander kan amper zien. De ander is zich op een andere manier verminkt of arm. Tekort aan dit en dat. Maar ze komen. De uitnodiging de deur uit. En Petrus. Met zijn grote mond. Maar die zijn heiland verliet. Naar Johannes. De uitnodiging ook, jazeker, ook naar Judas. Als een appel op je hart. Vervreem je niet van je heiland, die jou al lang kent, toch rond en door heeft. Vervreem niet van hem, maar keer je om. Je krijgt de uitnodiging, Judas. Jij die zo dicht bij hem leefde en die toch van hem verwijderd bent geraakt. Kom ook. Wat erin staat, nou, dit wat we lazen. Dat je het vindt zoals je het gezegd krijgt. Dat erin staat, kom, alle dingen zijn echt gereed. De meester is er ook en hij roept u. Kom dan aan zijn tafel. Amen.